Ik ben Juliette Teveren, ik ben arts-microbioloog in het Erasmus MC hier in Rotterdam in Nederland. En ik wil iets vertellen over het SAMPAN-project wat wij nu net opgestart zijn. En SAMPAN staat voor Smart Surveillance Strategy for Carbapenem Resistant Pseudomonas aeruginosa. Vrij vertaald gaat het over het in kaart brengen van de verspreiding van een resistente pseudomonasbacterie die voorkomt bij mensen en ook in water. De pseudomonasbacterie is met name een probleem voor patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn. Daar kan het echt levensbedreigende infecties bij geven. Wij maken ons grote zorgen over resistente pseudomonasbacteriën, omdat deze wereldwijd toenemen. In Nederland lijkt de situatie nog redelijk onder controle, maar met name in ontwikkelingslanden is dit echt een groot probleem en leidt het ook tot levensbedreigende situaties. En we proberen dus met het SAMPAN-project beter de verspreiding van deze bacterie in kaart te brengen. En dat doen we zowel hier in Rotterdam als in Italië als in Indonesië. En daarmee hopen we meer inzicht te krijgen in waar we ook eventueel preventieve maatregelen zouden kunnen nemen. Er zijn nog heel veel dingen die we niet weten over deze bacterie. Maar wat we wel weten is dat hij goed kan overleven in waterige omgeving. En wat we met dit onderzoek willen bereiken is dat we veel meer data krijgen in hoe deze bacterie zich verspreidt, zowel in het ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis. Deze informatie is nodig omdat we dan veel beter preventieve maatregelen kunnen nemen en uiteindelijk ook de verspreiding hopen te stoppen.